Oké, hier zijn we ook live. Yes, we zijn er weer. Nou. Gezellig. Even intro doen, gewoon even in de stemming te komen. Ja. Hebben wij een soort van muziekje? Oh ja, dat komt eraan. Leuk al die beelden vooraf, hè? Grappig, al die gasten die we al gehad hebben. Ja, en dan zie je jezelf ook nog een keer. Ook dat nog. Welkom bij Radio Gletscher. We zijn weer begonnen aan het programma Lunzing en Van Dobben. En we gaan weer in gesprek met hele interessante gasten die ons iets gaan vertellen over persoonlijke ontwikkeling en de dieptepsychologie. Ja, we gaan met Herbert van Erkelens gaan we beginnen. Herbert, je hebt onlangs een presentatie gegeven in het Duits over een nieuw boek, Wolfgang Pauli und der Geist der Materie. Herbert, welkom. Ja. Jullie willen weten wat ik in het Duits heb verteld? Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ja, wij zijn wel gefascineerd door die onderwerpen waar je mee bezig bent. En we horen graag. Als ik even mag beginnen. Want jij wilde graag in de uitzending komen. Je bent hier al een keer geweest. Ja. Dat was in augustus. En jij zei van, ja, ik wil graag op de 21ste. 21 december wil ik graag in de uitzending. Want dat is een speciale datum. En in augustus was jij ook bij ons. Ja. Vrijdag de 13e toen. Ja, kijk. Ik zit al een hele tijd na die 21ste december 2021 uit te kijken. Want een aantal jaren heb ik met een groepje mensen in Amsterdam de winterzonnewende gevierd. Maar de voorspellingen over de komende winterzonnewende, en die is rond een uur of vijf, die zijn veel spannender dan in al die andere jaren. En dat heeft te maken met de zorgelijke toestand waarin de aarde verkeert. Er is zoveel onderdrukking, allemaal dictators, en dan hebben we hier die vreselijke pandemie met al die maatregelen. Heel Nederland zit op slot. Dus we zitten eigenlijk te snakken naar een lichtpuntje. En ik hoop dat dat lichtpuntje ons gegeven wordt. Voor zover we dat niet zelf kunnen organiseren. Dus voor mij staat het in de terugkeer van het licht. En het is ook een prachtige dag buiten. Het is eigenlijk zonde om binnen te zitten. En die terugkeer van het licht hoop ik ook voor de natuurwetenschap. Omdat die, zonder het te weten, ook half in het duister verkeren. En dat is het lastige van dat onderwerp. Voor die coronacrisis kwam ik bij de KNAW mijn eigen collega's tegen in de natuurkunde. En die hadden soms een Nobelprijs op zak. En die waren geëerd in hun eigen wetenschap. Maar volgens de dromen van Wolfgang Pauli, een theoretisch fysicus en ook een Nobelprijswinnaar, weten ze eigenlijk niet hoe de wereld in elkaar zit. Dus ze zijn briljant. Ze geven elkaar prijzen voor ontdekkingen die ze gedaan hebben. En toch weten ze niet hoe de wereld in elkaar zit.
En dat heb ik nou eens heel netjes uitgelegd in dat Duitse boek. Dat is gebaseerd op de dromen van Pauli, die ik heb gevonden in het wetenschapshistorisch archief van de Eidgenössische Technische Hogeschule in Zürich. Dus daar liggen alle brieven van Pauli. En toen zijn weduwe in 1987 of zo stierf, toen mocht je ze pas inzien. En ik had het gevoel dat ik daarin moest kijken, omdat het gerucht ging dat er dromen in stonden. En daar ben ik helemaal gek op. En ik heb zelf de kwantumfysica wel bestudeerd, maar nooit echt goed begrepen. En ik hoopte dat door dromen van een Nobelprijswinnaar te bestuderen, ik ineens de kwantumfysica zou kunnen begrijpen. En in zekere zin was dat ook zo. Herbert, ik heb een vraagje. Ja? Heb je een specifieke reden gehad om het in het Duits uit te brengen? Ja. De oorspronkelijke brieven zijn allemaal in het Duits. En ik zag er tegenop om het allemaal te gaan vertalen. En ik vond het ook wel eervol om een boek uit te brengen met het oorspronkelijke materiaal. Het kan altijd later nog in het Engels vertaald worden of in het Nederlands. En die brieven zijn inmiddels ook gepubliceerd, maar niet zoals bij mij in een handige chronologische volgorde. Dus er zijn geen boeken waarmee je dan eenvoudig de ontwikkeling van Pauli kan volgen door de jaren heen. En ik heb enorme lappen tekst in dat boek gezet uit die brieven, en het is eigenlijk een wonder dat ik daar toestemming voor heb gekregen. Want meestal ligt er wel een uitgever dwars en moet je enorme sommen geld daarvoor neertellen. Maar het is mij gelukt om de rechten te verwerven. En iedereen kan nu, ja, kijk, het boek is wel meer dan 400 pagina's lang. Maar je kan op je gemak zien hoe iemand die briljant is in de wiskunde en de theoretische fysica, stap voor stap moet leren dat de wereld heel anders in elkaar zit. Dat is een enorme worsteling als je een Nobelprijswinnaar bent. Want iedereen kijkt naar jou op grond van je verdiensten in dat vak. Maar Pauli droomde de hele tijd dat die verdiensten eigenlijk niks voorstelden als het om de werkelijkheid als geheel ging. Hmm. Dus dat was een enorme worsteling voor hem en daar is hij ook niet goed uitgekomen. Hij is eigenlijk helemaal niet bekend, hè? Tenminste, ik had nog nooit van hem gehoord. En hij is een tijdgenoot van Einstein. Ja. Kun jij iets vertellen van wat het voor persoon was? Nou, dat hangt ervan af of je zijn collega's of zijn vriendinnen spreekt. Dat staat er. Dus, ja. Hij was de grote criticus in de theoretische fysica, heel scherpzinnig, met een enorm goed ontwikkeld denken. En zijn voelen was heel slecht ontwikkeld. En ja, dat moet je ook leren. Hij had daarvoor, denk ik, de verkeerde jeugd gehad. Op een bepaald moment ging zijn vader, papte aan met een andere vrouw en toen heeft zijn moeder zelfmoord gepleegd in bad. En er is iets in die familiegeschiedenis waardoor hij gewond is geraakt. En door die wond heen kwamen allerlei dromen. En toen heeft zijn vader hem naar Carl Gustav Jung gestuurd. En Jung was heel blij dat hij zo'n natuurwetenschapper op zijn spreekuur kreeg, die enorme dromen had. En Jung heeft die man toen toegestuurd naar een andere therapeute, Erna Rosenbaum, in de hoop die dromen te pakken te krijgen zonder invloed van hemzelf. Maar later heeft hij toch die Pauli zelf in analyse genomen.
En toen heeft die man werkelijk prachtige alchemistische dromen en visioenen gehad. Een deel daarvan is gepubliceerd door Jung in 1944. Maar niet natuurlijk als de dromen van Pauli. Want daar zou hij die man enorm mee in het probleem hebben gebracht. Maar sommige collega's van hem wisten meteen dat het om Pauli ging. Die dromen hadden diezelfde kwaliteiten die de man uitstraalde. En door de Tweede Wereldoorlog heeft de natuurkunde, in ieder geval die van Pauli, een tijdje stilgelegen. En nadat de atoombommen op Japan gegooid waren, begon Pauli weer te dromen. En hij werd zelf verantwoordelijk gesteld voor die kernbommen. En toen is hij teruggekomen naar Zwitserland, want hij zat in Amerika, omdat hij was voor driekwart Joods en hij vond het verstandiger om naar Amerika uit te wijken. Hij kwam terug naar Zürich eigenlijk om een heel andere kant uit te gaan. In ieder geval die dromen wilden die kant met hem uit. En ik heb hier ook wel een droom die dat heel goed illustreert. Dus die ga ik even opzoeken. Oké. Het wordt een lesje Duits, denk ik, Niels. Ja, prachtig Nederlands vertaald. Okay. Nou, kijk, Pauli had een moeder en die was journaliste. En hij heeft eigenlijk een enorm literair talent. En dat zie je in die dromen. Er zit heel veel humor in. En ook in die brieven, die zijn werkelijk prachtig om te lezen. Alleen de hele tijd zie je die verwrongen Pauli om de hete brei heen draaien. En dit is een droom die dat aardig weergeeft. Het is een droom uit december 1947. Toen was Pauli heel erg depressief. En hij droomde van een donkere man. Een man uit Perzië die toegelaten wilde worden tot die Eidgenössische Technische Hogeschule, dat zal ik nu afkorten als ETH, er ontspint zich een woordenwisseling waarin Pauli de vragen stelt. U wordt niet tot de studie toegelaten? Nee. Daarom studeer ik in het geheim, het antwoord van de pers. Wat bestudeert u? Ik bestudeer u. Pauli, u spreekt op een zeer scherpe toon met mij. Hij, ik spreek als iemand aan wie verder alles verboden is. Pauli, bent u mijn schaduw? Hij, ik ben tussen u en het licht, dus bent u mijn schaduw, niet omgekeerd. Studeert u ook natuurkunde? Hij, daarin is uw taal mij te moeilijk, maar in mijn taal begrijpt u de natuurkunde niet. Wat doet u hier? Ik ben hier om u te helpen. U moet enige illusies opgeven. Bijvoorbeeld gelooft u dat u meerdere vrouwen heeft. In werkelijkheid hebt u er echter maar één. En dan gaat die droom nog een stukje verder. Maar in wezen is dit het hele probleem. Hij heeft te maken met een gestalte in zijn dromen. Ik heb hier verschillende schilderijen, maar je moet je echt wel zoiets als dit voorstellen. Kijken of ik het in beeld kan brengen. Het is net anders. In ieder geval iets wat... Een donker gestalte. Wat ineens op je afkomt en waardoor je hele werkelijkheid omvergeworpen wordt. Want die gestalte wil toegelaten worden tot de ETH, maar Pauli probeert hem tegen te houden. En dan vraagt hij, bent u mijn schaduw? En die gestalte zegt, nee, u bent mijn schaduw. En die natuurkunde is voor die gestalte te moeilijk, maar zoals die pers de wereld begrijpt, in die taal begrijpt Pauli de natuurkunde niet. En dat is het
probleem waarmee het begint. Maar dat komt uiteindelijk wel tot een oplossing. Maar het gekke is dat die oplossing zelden gepubliceerd is. Omdat Pauli vond die oplossing pas nadat hij een dieptepsycholoog had ontmoet, Marie-Louise von Franz. En met haar deelde hij zijn eigen wereld, want zij was op zoek naar de verbinding met wiskunde en natuurkunde en hij zocht de verbinding met de dieptepsychologie. En onder haar invloed is hij stapsgewijze steeds dichter bij de oplossing gekomen. Maar gek genoeg is die oplossing door de beroemdste uitgeverij van Duitsland, het Springer Verlag, eigenlijk alleen maar gepubliceerd in een boek, wat al lang is uitverkocht. Het is nooit in het Engels vertaald, totdat ik het probeer met medewerking van anderen in het Engels ergens heb gepubliceerd. Er is ook een boek verschenen in het Engels, Atom and Archetype. En dat heet de Pauli Jung Letters. Dus dat gaat over de briefwisseling tussen Wolfgang Pauli en Carl Gustav Jung. Maar er is nooit een boek verschenen over de briefwisseling waar het eigenlijk om gaat. Die tussen Marie-Louise von Franz en Pauli. En dat is ook veel moeilijker om te publiceren, omdat Franca Pauli waarschijnlijk uit jaloezie alle brieven heeft verbrand die von Franz aan Pauli had gestuurd. En daaraan zie je alweer dat zijn relaties met vrouwen, die waren veel moeilijker dan met mannen. Want op de een of andere manier voelde Franca Pauli zich beledigd door die brieven, terwijl ze in feite enkel een emotionele relatie hadden, waarin de relatie tussen psyche en materie centraal stond. Maar ze wilde niet getrouwd zijn met een man die zich met dat probleem bezig hield. Dus zodoende, en dat heeft hij nooit. Hij dacht, nou ja, dan hou ik dat geheim. Dus hij had een geheime briefwisseling met von Franz. Maar hij stierf zo onverwacht dat die Franca Pauli natuurlijk al die brieven heeft gevonden op zijn kamer in de ETH. En volgens de geruchten heeft ze heel wat verbrand. Mm. En er waren ook brieven van Jung bij. Maar Jung had een secretaresse en die maakte van alles kopieën met carbonpapier. Dus zodoende hebben we nu wel de Pauli Jung briefwisseling, maar niet de Pauli von Franz. Nee. Maar in zijn boek komt het er toch dichtbij. Herbert, we zijn heel wat zijn we eigenlijk? We zijn eigenlijk heel benieuwd naar jouw Nederlandse presentatie. Want je hebt het ook in het Duits gedaan, maar dan ga je het vandaag ook voor ons doen, voor Radio Gletscher. Kunnen we daarmee beginnen? Is dat een idee? Of wil je nog iets anders vertellen, Marlijn? Nee, ik ga niks vertellen. Nee. Ja, hey, precies. Dus, ja, kijk, het is het is niet, geen eenvoudig onderwerp. Dat beginnen jullie natuurlijk wel te begrijpen. Je moet iets weten van de toestand van de natuurkunde van dit moment. En ook van de toestand van de dieptepsychologie. Nou, de dieptepsychologie, die gebruikt de taal van de alchemie. En in de alchemie heb je de geest der materie, die wordt Mercurius genoemd. En Mercurius komt ook voor in de sprookjes van Grimm. In de geest in de fles, daar komt de grootmachtige Mercurius voor. En in de natuurkunde is het zo, dat die geest der materie eigenlijk helemaal verbannen is. Ik ben zelf een keer naar Marie-Louise von Franz geweest met een droom. En toen mopperde ze, de natuurkundigen hebben dus de geest der materie doodgeslagen. Maar die geest kun je niet doodslaan, dus die komt opnieuw tot leven.
En ik laat zien, aan de hand van al die dromen, hoe dat bij Pauli is gegaan. Dat het weer opnieuw tot leven komt. En ik heb daar ook vanaf 1997 les ingegeven aan het Jungiaans Instituut in Nijmegen. Dus in feite heb ik al die dromen ook in het Nederlands. Maar ja, ik weet even niet waar ik dat zo snel opnieuw gepubliceerd zou kunnen krijgen. Ik ben al blij dat het nu weer in het Engels beschikbaar is. Ik heb hier wel een droom waaraan je kan zien dat hij geraakt werd door Marie-Louise von Franz. En daardoor raakte hij ook, zijn identiteit raakte enigszins in de war. Hij werd op een bepaalde manier verliefd op haar. En dat baarde hem zorgen. En dat zit ook allemaal in die droom. Dus hij gaat in die droom met de auto bergopwaarts. En naast hem zit een jongere natuurkundige. Waarvan ik alleen maar de letter W van zijn achternaam weet. En dan schrijft Pauli: daar begint de huid van mijn linkerbeen te vervellen. In massa's valt de huid af. Daaronder wordt roze huid zichtbaar. We komen aan het eind van de autoweg. Alleen het voetpad gaat verder. Ik stop. Dus daar, hij kan wel verder, maar niet meer met behulp van moderne technologie. Nu brengt W bij een hoed met een vals van mijn initialen verschillend monogram. Ik geef hem als niet bij mij horen terug. Daarop snijdt W uit een andere hoed de letters weg en wil mij nu deze geven. Natuurlijk ook een valse hoed. Ook deze hoed herken ik niet als de mijne en geef hem eveneens terug. Ik zie dat het nu slechts mogelijk is in het maanlicht te voet verder te gaan, wat ik echter gevaarlijk vind. Ook komt mij de bestemming van deze weg dubieus voor. Dus hij zit. Kijk, ik heb deze dromen niet in mijn eentje geduid. Want op een bepaald moment heb ik een dieptepsychologe ontmoet uit Zwitserland. En die was geïnteresseerd in de natuurwetenschap. Dus toen heb ik gevraagd of wij samen die dromen zouden kunnen duiden. Want ik had natuurlijk toch niet. Kijk, ik had zelf veel dromen gehad en veel boeken gelezen van Jung. Maar bepaalde subtiele details wist ik niet. Het leek me goed dat we van beide kanten dan naar die dromen gingen kijken. En wat heel opvallend was, dat we waren zo 2 maanden met elkaar in gesprek. En toen ontdekte ik ineens dat zij de dochter was van een kunstschilder van wie ik het werk bewonderde. En die kunstschilder die had het onbewuste zichtbaar gemaakt in een enorme hoeveelheid krijttekeningen en ook schilderijen. En dan komt er veel meer tot leven. En eigenlijk, ja, zouden we die schilderijen moeten laten zien, dan zou het iedereen duidelijk zijn waarom mensen ook angst hebben voor het onbewuste. Want Pauli heeft hier ook angst om verder te gaan op die weg. Hij weet dat het hem emotioneel in de problemen kan brengen. Nou ja, ik had zelf een vader, die was ook kunstschilder en ook marionettenspeler. En die hele wereld van het onbewuste, die hing bij mij thuis, bij ons thuis, eigenlijk in het atelier van mijn vader. Dus ik was er heel vertrouwd mee. En ik werd, net zoals mijn vader op mijn 18e, achtervolgd door die gestalte uit het onbewuste. Dus ik moest zelf een antwoord zien te vinden op die problemen waar Pauli ook mee heeft geworsteld. Dus het was voor mij heel herkenbaar. En ik moet zeggen, het viel niet mee om
om met het onbewuste om te gaan. Want het, er zitten enorme energieën in. Net zoals er in de natuur een enorme energie zit. Als je met een atoomkern gaat klungelen, dan kun je een atoombom maken. Nou, nu heeft, is er weer een nieuw politiek programma waar... en dan zouden er in Nederland twee kerncentrales gebouwd worden. Maar ja, die ene die in Tsjernobyl is ontploft. Dat zou eigenlijk een waarschuwing moeten zijn. Ja. Maar die natuurwetenschappers die neigen ernaar om niet naar de verhalen van binnen te luisteren. En ook als er signalen komen dat het niet allemaal klopt, dan weten ze die te negeren. En bij Pauli is het zo, hij is steeds gedwongen verder en verder te gaan. En nu hij die von Frans heeft ontmoet, komt er veel meer eros in zijn dromen. En dat heeft ze mij ook uitgelegd. Hij was namelijk niet in staat om dat, die eros uit te drukken. En daarom zit het allemaal in die dromen. En dat is voor mij weer gunstig. Want nu zie ik de bril, of nu zie ik de wereld, eigenlijk vanuit het vrouwelijke principe, wat heel dominant in die dromen aanwezig is. En dat vrouwelijke principe, dat is niet bekend in de huidige natuurwetenschap. Kun je daar een voorbeeld van geven, hoe je dat ziet dan, het vrouwelijke? Ja. Nou, kijk, als ik... Het zit eigenlijk zo, je hebt verschillende soorten natuurkunde. Dus je hebt een natuurkunde, zoals die tot voor kort in het voortgezet onderwijs werd onderwezen. En dat is een beetje ouderwetse natuurkunde, en dan is alles gewoon materie, wat met zichzelf wisselwerkt. En er zitten hele mooie vakken bij, zoals klassieke fysica. Maar de kwantumfysica die probeert echt tot de wereld van elementaire deeltjes en atomen door te dringen. En dat lukt niet goed, omdat het niet aanschouwelijk gemaakt kan worden. En dan droomt Pauli dat het ook nog maar de halve waarheid is, die kwantumfysica. Er is een dimensie voorbij die kwantumfysica. En die geeft de rest van het antwoord. Van hoe de wereld op dat materiële, of eigenlijk, kijk, Pauli droomt dat in essentie psyche en materie één zijn. En wij scheiden dat en dan krijgen we die twee helften alleen maar weer bijeen als we in dialoog gaan, zoals Pauli dan doet, met een vrouwelijke personificatie van het onbewuste. En dat gaat dan ook door allerlei stadia heen. En uiteindelijk presenteert zich een Chinese dame aan hem. En dat is die ene vrouw waar het om gaat. Dus eerst had hij meerdere vrouwen. En dan uiteindelijk gaat hij in dialoog met een Chinese dame die in een van zijn dromen is verschenen. En dat levert een stuk van 22 pagina's op. En daarin wordt in feite uitgelegd hoe de wereld in elkaar zit. Dus ik had altijd goede hoop dat die Chinese dame nog eens een keer geschilderd zou worden en opgehangen in alle academische instituten over de hele wereld. Maar zover is het nog niet. Ja, kijk, het gaat dan zo, hè? Die Chinese dame zegt, ja, jullie hebben die wiskunde van jullie, maar daarmee kan je de wereld niet begrijpen, want de wereld is muziek. Nou, zo moeilijk is dat niet te volgen, vooral als je die wiskunde kent uit de natuurkunde, die is ongelooflijk ontoegankelijk voor leken.
Kijk, als je daarin bent opgeleid, dan zie je de schoonheid ervan. Maar als dat nou de waarheid zou zijn, dan zou die dus eigenlijk voor bijna niemand toegankelijk zijn. En zo denken veel natuurkundigen er ook over. En die Chinese dame die doorbreekt dat. En die gaat Pauli dus gevoel voor muziek bijbrengen. Dus op een bepaald moment verschijnt ze als een... staat ze... Ja, dat begint eigenlijk zo. Pauli die worstelt met die twee werelden die hij bij elkaar moet brengen. Dan gaat hij in een soort meditatie, in dialoog, om een oplossing uit het onbewuste te laten opstijgen. Dus hij houdt op om erover na te denken. En dan keert hij 40 jaar terug in de tijd en dan is hij weer in Wenen, een jongetje van 13. En dan staat hij in de kamer die hij zo goed kent. Er staat een piano, een vleugel. En tegen die vleugel leunde een dame met donkere haren die als een oude vertrouwde vriendin was. Zij was een zeer voorname dame en ik moest heel eerbiedig met haar spreken. Toen ik naar haar toe ging bij de piano, reikte ze mij de hand en zei: je hebt lang geen piano meer gespeeld. Ik wil je een pianoles geven. En dan beroert ze ook zijn hand. En hij kan een klein beetje piano spelen. Dat heeft hij vroeger geleerd. En heel langzamerhand komt hij dan dichter en dichter bij zijn gevoel. En ook bij de oplossing van de problematiek waar hij mee worstelt. En dan... het is eigenlijk een heel mysterieus stuk, want vinden ook typisch, die geest, de materie, die is ook in dat stuk aanwezig. Die roept af en toe commando's, waar Pauli en die Chinese dame dan weer op reageren. En geleidelijk aan blijkt die Chinese dame eigenlijk degene te zijn die de schepping voortbrengt. En dat is een Bijbels beeld. Ja, jij hebt meteen een vraag. Ja, ik zit even aandachtig te luisteren, want ik denk van, oké, maar begrijp ik het dan goed dat het muzikale aan het vrouwelijke gekoppeld kan worden? Of hoe moet ik dat begrijpen? Ja, dat is hier het geval. Dat is in die Zauberflöte van Mozart ook zo. Dan heb je die koningin van de nacht, die eigenlijk voor de dynamiek zorgt. En de taal van de muziek staat veel dichter bij het vrouwelijke principe dan de taal van de wiskunde. Want vroeger ging je naar de universiteit en dan zat je in zo'n collegezaal wiskundecolleges te volgen. Nou, als er 10% vrouwen in de zaal zaten, dan was dat al veel. Dus het zijn altijd tamelijk gescheiden werelden geweest. En kijk, we hebben nu bijvoorbeeld ook een situatie. Kijk, de wereld is muziek. Daar komt het dan op neer. En dan zegt die Chinese dame: ik kan alleen piano spelen van jullie getallen, dus jullie wiskunde begrijp ik niets. Maar men zegt dat de getallen de tonen volgen. Nu krijg ik enig vermoeden van wat jij mij over de censuur hebt uitgelegd. De censors willen de wereld zonder het piano spelen begrijpen. Dat is toch absurd. Nou ja, vroeger was ik een stuk jonger. Dan ging ik met dat verhaal naar die natuurkundefaculteiten. En dan vertelde ik aan mijn collega's dat wat ze deden absurd was. En
Dat leidde er uiteindelijk wel toe dat het college van bestuur van de Vrije Universiteit mij zo snel mogelijk kwijt wilde. Ja. Hoewel het... Ja, dus, maar later heb ik een Nobelprijswinnaar ontmoet. Müller. Alex Müller. En die was het eigenlijk helemaal met mij eens. Hij zei, ja, ik heb mijn Nobelprijs gehad omdat ik 20 jaar terug een droom had. En in die droom kwam Pauli voor. Hij toonde mij in die droom een bepaald kristal. Ik ben dat kristal gaan onderzoeken. En nu heb ik een Nobelprijs. Dus als je niet je droom volgt, dan mis je vaak heel belangrijke informatie. Dan ben ik even de draad kwijt, ja. Herbert. Ja. Want je had het over muziek, maar in de, zeg maar, de spirituele community, zou ik maar zeggen, wordt heel vaak gezegd, ja, alles is energie, alles is frequenties. Dat is, daar komt het eigenlijk neer dan, dat is eigenlijk een andere vorm van muziek. En dan baseren ze zich vaak op de natuurkunde. Want in de, sinds de kwantumfysica weten we eigenlijk dat energie en frequentie precies hetzelfde zijn. Maar in de natuurkunde reken je dan aan die frequenties. Hè? Je probeert energieniveaus te meten en te berekenen. Maar er, in de wereld van Pauli gebeurden er nog andere dingen, want hij werd in zijn dromen dus achtervolgd. Door die geest en materie. En dan kon het gebeuren dat als hij een laboratorium binnenkwam, dat er een harde knal weer klonk. En dat er een bepaalde meetapparatuur uit elkaar was geknald. Dus zijn eigen innerlijke spanning kon zich buiten hem manifesteren. En met enorme onkosten voor de laboratoria die hij binnenkwam. Dus hij had op een bepaald moment, was het hem verboden om een bepaald laboratorium te betreden. En, dat is wel bijzonder, zeg. En zo, dus op een dieper niveau ben je dus via het onbewuste met een wereld om je heen verbonden. En die muziek, die verbeeldt die verbinding. Dus in zekere zin had Pauli dus geen mooie kabbelende muziek in zich, maar hele heftige muziek. En dan knalde ook om hem heen de wereld uit elkaar of hij liep. Er zijn ook verhalen die kloppen misschien niet, dat hij door Zürich wandelde en dat er ineens een auto in brand vloog, vlak voor hem. Maar helemaal onmogelijk is het niet in het geval van Pauli, want hij had wel die naam. Dat het in zijn buurt gevaarlijk was. Zo, oké. Interessant, hè? Had hij dan ook helende, kon hij daar mensen mee helen ook, met die energie van hem? Nee, dat kon hij niet opbrengen. Okay. Dat was de opdracht in zijn dromen. Dus in die dromen had je het symbool van radioactief afval of radioactieve materie, dat was het gevaar. En hij moest als alchemist die radioactieve materie omzetten in een straling die liefdevol was. Alleen dat was nou net zijn zwakke punt. Dus Jung kon dat wel, want dat was een volleerd alchemist. En dan heeft hij wel een keer een droom dat hij bij Jung aanklopt. En dat hij dan uitlegt dat hij dat wat Jung heeft ontdekt en wat door Jung synchroniciteit wordt genoemd, dat in zijn dromen als als een radioactieve kern wordt opgevat. En het dus er is een soort spiegel. Beeld, hè? Dus wij hebben kernenergie die heel gevaarlijk is.
die kernreactoren kunnen uit elkaar knallen. Maar innerlijk hebben we ook een kernreactor. En wij kunnen, als we daar niet goed mee omgaan, dus onze omgeving beschadigen. Maar, en dat is waarom Pauli dus die Chinese dame nodig heeft. Want ze beroert zijn hand en dan komt hij meer tot rust. En zij schenkt hem uiteindelijk een symbool, zodat hij zelf ook toegang krijgt tot die grotere werkelijkheid. En die symbool, dat staat als in mijn boek. En dat heb ik helemaal uitgelegd. En als je er wiskundig naar kijkt, is het gewoon het hart van de kwantumfysica. Dus als ik naar een faculteit ga of zo, of naar de Watergraafsmeer, ik laat dat symbool zien. Iedereen kent het. En onze hele technologie van de afgelopen 40 jaar is er in feite op gebaseerd. En het is gewoon een cirkel, maar er zit een kruis in die cirkel. En dankzij die kruis, dankzij dat kruis kun je eraan rekenen. Dat hebben wiskundigen uitgevonden hoe dat moet. Dan werk je met de wortel uit min 1. Nou, dat symbool zit in de kwantumfysica en daardoor kunnen wij doordringen tot de wereld van atomen, zonder dat we weten hoe atomen eruit zien. Dat is ook een probleem. Je kan wel zeggen, nou, het waterstofatoom bestaat uit een proton, een zwaar deeltje, en een licht elektron. Maar het is pas echt een waterstofatoom als het zich als een golfverschijnsel kan uiten. En dan zou je zeggen, nu kijk ik naar het waterstofatoom als een volle golfverschijnsel, maar er moeten toch deeltjes in zitten. Maar de poging om die deeltjes zichtbaar te maken, die vernietigt nou juist het golfverschijnsel. Dus uiteindelijk kom je niet verder. Want wat je wil bestuderen, dat vernietig je juist. Ja. Dus er is daar een grens en dat wordt weergegeven door dat symbool. En Pauli ervaart dan dat het nog veel meer betekent. Even een terzijde, Herbert. Ja? Terzijde, want ik heb net een podcast opgenomen en dan heb ik het over de Hopi-Indianen. Oh, de Hopi. Die hebben hetzelfde symbool. Ja, dat is over de hele wereld bekend. Ja. Dus het is, je kan ook aan Jezus denken die door de vier apostelen, de vier evangelisten wordt omringd. En het symbool staat in feite voor het heilige. En die Chinese dame die heeft die ring, dus het omhullende, om haar vinger en dan laat ze het in de lucht zweven. Dat is ooit door de icon in beeld gebracht in een serie documentaires Passions of the Soul. En jammer genoeg staat die Passions of the Soul staat niet op internet of op YouTube. Het is nergens te vinden. De rechten zijn natuurlijk die zijn ergens in Haarlem terechtgekomen. Maar het zou ongelooflijk veel uitmaken als stukjes daaruit op YouTube zouden verschijnen. Nou, dat is misschien nog iets voor de nabije toekomst. Ja, als iemand luistert en die heeft dat toevallig opgenomen op televisie ooit een keer. Nou, ik heb het op DVD. Oké. Okay. Ah. Oh, ik heb het ook op banden staan. Dus ik heb het wel allemaal. Ik ben niet zo technisch dat ik het op YouTube kan gooien. En die ring, die staat eigenlijk voor het ondeelbare. Dus in de wetenschap ga je het ondeelbare in kleine stukjes hakken. En dan probeer je van daaruit het geheel te begrijpen. Mm-hmm. En op die manier zijn er ook in de huidige tijd vaccins ontstaan die niet echt helpen.
omdat die het ondeelbare niet respecteren. Dus die farmaceutische industrie neemt stukjes van het coronavirus en klungelt er wat mee. En dan heb je, als je dat bij iemand inspuit, heb je een tijdje antistoffen, maar die verdwijnen weer. En dat is allemaal die wetenschap die dingen demonteert en in kleine stukjes hakt en dan kijkt wat je ermee kan doen. En bij Pauli gaat het om bewustzijn. Dus als hij zijn bewustzijn weet te verhogen, dan houden die knaleffecten om hem op. En dan zou hij ja, daar heb ik met Von Frans over gesproken. Die heeft gezegd, ja, als hij zijn eigen dromen had gevolgd, dan had hij iedere vrouw kunnen krijgen die hij maar wilde. Nou, dat is... Zij had altijd wel een sterke mening. En... Nou, Herbert, als dat zo is, hè, dus we gaan even in het verhaal mee. Waarom gaf hij daar dan niet aan toe? Ja, dan had hij op zijn kop gekregen van zijn collega's. Die hadden hem voor gek verklaard, omdat hij zich met dromen bezig hield en met mystiek. Hij had ook visioenen. En zijn dromen gaven ook aan dat hij veel beter zich kon richten tot onbekende mensen. Niet tot collega's. Dus dan... Als je dat vak niet hebt gestudeerd, dan heb je die investering niet gedaan. En dan sta je gewoon open voor wat iemand vanuit zijn innerlijk vertelt. En dat had Pauli kunnen doen. En dan had hij had misschien geen raad geweten met alle vrouwelijke bewonderaars die hij daardoor had kunnen krijgen. En nu had hij alleen problematische relaties met vrouwen. Met een Franca die zijn erfenis wilde verbranden. Von Frans kon hem op een bepaald ogenblik ook niet meer verdragen. En hij is een beetje het spoor helemaal bijster geraakt. Omdat het... Ja, je begrijpt het niet, want die man die heeft dus alles in handen om de wereld een stapje verder te brengen. Ja. Maar hij schrijft de hele tijd, ik weet niet wat ik moet doen. dat hele avontuur met die Chinese dame eindigt ook weer enigszins opvallend. Dus hij heeft die ring laten zien. Hij belooft met behulp van die ring de wereld van de magie en de synchroniciteit met die van de natuurkunde te verzoenen. En dan, nu wist ik dat ik kon gaan. Weg uit de kamer, de gewone tijd en de gewone ruimte van alle dag in. Toen ik buiten was, merkte ik dat ik een jas aan had en een hoed op. En dan is hij weer een universiteitsprofessor. Uit de verte hoorde ik nog een C-grote terts-4-klank, die blijkbaar door de dame zelf werd gespeeld toen zij weer alleen was. Nou, dat vond Frans schandalig. Dat hij de Chinese dame alleen had gelaten. Maar zij was een beetje... Ze had zoveel onder die man geleden. Dat haar eigen mening ook sterk een bepaalde kant uitging. Want hij had natuurlijk zo weer die relatie op kunnen pakken met de Chinese dame. En dus het eindigt... Kijk, voor mij eindigt het fantastisch. Want ik heb nu eindelijk begrepen wat... de kwantumfysica in het grotere geheel betekent. Het is een onderdeel. En je kunt er fantastische dingen mee doen.
Maar daarvoorbij heb je een dimensie die, waar we eigenlijk allemaal in leven. We hebben natuurlijk natuurkundigen die hebben met de kwantumfysica te maken. Ja, wij ook, maar op een manier die bijna niet te begrijpen is. Bijvoorbeeld als je naar de zon kijkt, heeft die een bepaalde kleur. Dat komt door de kwantumfysica. Maar die kwantumfysica zit zo in elkaar dat je als natuurkundedocent weer niet goed kan uitleggen waarom onze ogen die kleur kunnen zien. Omdat er iets ontbreekt. En ik vermoed dat bewustzijn ontbreekt. Het is allemaal abstract. En dan zijn er allerlei raadselachtige dingen die met die kwantumfysica samenhangen. Er zijn natuurkundigen die willen terugkeren naar die tijd dat er zoiets was als een fysische werkelijkheid. En aan een van die mannen heb ik een keer een paar dromen van Pauli toegestuurd. In de hoop dat hij dan geïnterviewd zou worden door de ICOM. Misschien heb ik dat de vorige keer al verteld. En het gekke was, die man die heeft die brief van mij gelezen. En 4 dagen later was hij overleden. Oh. Dus alsof het... Ik dacht, zal dat nou weer een Pauli-effect zijn? Maar er gebeuren dus dingen die hebben geen oorzaak, maar op de een of andere manier komen dingen bijeen precies op het juiste moment. Ik had die brief natuurlijk ook een maand eerder kunnen versturen, maar net die brief van mij met dat materiaal van Pauli kwam aan in de laatste week dat die man leefde. En ik heb heel veel van dit. Nou, dit is een vrij dramatisch voorbeeld. Maar dat was de wereld waar Pauli aandacht aan had moeten besteden. Dat is die muziek. Dat dingen op elkaar zijn afgestemd. En dat kan negatief zijn en dat kan positief zijn. En bij Pauli is het zo dat die wereld ook een onderdeel van de natuurkunde is. Alleen daar heb ik nog geen taal voor om die natuurkundig te beschrijven. Heb jij zelf het gevoel, Herbert, dat je sinds je met Pauli zeg maar in aanraking bent gekomen, dat je voelt dat je zelf ook een andere energie om je heen hebt? Nou, eigenlijk had ik diezelfde energie van Pauli altijd al om me heen. want hij wordt achtervolgd door een gestalte, maar dat had ik ook al in mijn jonge jaren. Dus ik heb pas een andere energie leren ervaren toen ik mij in Maria Magdalena en in de wereld van Maria ging verdiepen. Dat is een wereld die net weer voorbij die van Pauli ligt. Want bij Pauli draait het allemaal om die geest der materie en die vergelijkt hij ook met de tovenaar Merlijn. En ik ben geneigd om die wereld Merlijn-bewustzijn te noemen. dus dat is misschien het bewustzijn dat jij om je heen hebt, Merlijn. Maar ik meer. En die wereld, die staat eigenlijk nu veel dichter bij me. En dat is vermoedelijk de wereld waar we als geheel ook naartoe gaan. Dat wordt de vijfde dimensie genoemd. Alleen, we hebben nu te maken met een wereld die in frequentie helemaal ontsteld is. Dus als je dit even aanneemt, de wereld is muziek. Welke muziek weer klinkt er dan op de wereld?
Ja, niet zulke hele vrolijke momenteel. Nee, want ik bedoel, ik heb nou een zoon die een tijdje in Wit-Rusland zit. Er zijn nu overal dictaturen. En door al die coronabeperkingen is het leven niet meer herkenbaar. En toen ik dat boek schreef, toen zag het er eigenlijk veel rooskleuriger uit. Dus ik... Maar zou je muziek niet, is muziek dan ook niet gewoon toch een dualistische uiting? Nee, dat denk ik niet. Of is het overstijgend? Nou, wat heeft het Songfestival ons geleerd? Ik heb het gevoel dat mensen door muziek... Kijk, wij kijken vaak naar Podium Witteman en naar allerlei andere programma's. Als er muziek is, kun je je ontspannen. Of ja, het Songfestival is ook niet zo'n heel goed voorbeeld. Nee, maar het... ik begrijp niet dat er zoveel mensen naar een persconferentie kunnen kijken, waarin alleen maar een heleboel woorden over je worden uitgestort. En tegelijk, ik bedoel, het mist iedere om je te verheffen uit de misère, heb je die muziek nodig. Mm-hmm. Er zijn heel veel artiesten die noodgedwongen heel andere muziek gingen maken. En ik... nu hebben we bijna die winterzonnewende. Er zijn ook heel veel mediums die voorspellen dat er binnenkort veel meer licht naar de aarde gaat komen. En ik denk dat we dat eigenlijk wel nodig hebben. Ja. Ik weet Herbert, je hebt ook vrolijke muziek, je hebt ook een beetje bozige, opstandige muziek. Ja. Er zit wel verschil in. Ja, dat klopt wel. Maar het is toch het medium waarin je jezelf het beste leert kennen. Dus, en ook waarbij je het gemakkelijkst gelijkgezinde vindt. Ja. Bij bepaalde muziek zie je mij niet, hoor. Nee, dat snap ik. Ja, precies. Ja. En dus het is een medium om je eigen gevoel te peilen. Ja, absoluut. Dus ik kan, kijk, dit is een... Dit is het bekende... Kijk, het kerstrepertoire, dat is zo ijzersterk, omdat het eeuwen heen zijn natuurlijk alleen de beste composities overgebleven. En, kijk, ik hoop... Kijk, op mijn boek staat ook nog een afbeelding van Peter Bierkhuizen. En dan zie je de wereld als een donkere bol. Maar er is wel een licht wat tevoorschijn komt achter die donkere bol. Oh ja. Dus, zo is er niet veel van te zien, maar dat komt straks allemaal in orde. En dat is het opkomen van een nieuw bewustzijn. Dat gaat ons helpen. Wat vind je van... En daar helpen jullie als Radio Gletscher ook bij. Het is nog één minuut. Dat proberen we. Wat vind je van het verhaal... want je had het net over de vijfde dimensie. Wat vind je van het verhaal dat de aarde zich splitst in een 3D-aarde en een 5D-aarde? En dat er sommige mensen meegaan in die splitsing en sommige achterblijven? Nou... Ik denk dat de aarde niet gaat splitsen, maar we zijn als mensheid natuurlijk gesplitst. Dat denk ik. En dat wordt alleen nog groter. Want ik heb me altijd thuis gevoeld in Nederland en ineens leef ik in een andere werkelijkheid. En zijn er heel veel ook familieleden waarmee bijna geen gesprek meer mogelijk is.
Dat is een heel gekke ervaring. En als mensen meer willen weten, dan kunnen ze mij via een e-mailadres aanschrijven. herbertvanerkelens@gmail.com .com. Maar dat weet iedereen. Ja, nou, punt moest daar nog tussen. Ja. En ik denk dat Pauli in de toekomst een wegbereider zal worden gevonden. Want nu is het al zo dat de natuurkunde de kosmos niet begrijpt. Dus er zijn ritmen in de kosmos die niet begrepen worden. En ik heb sterk het gevoel dat dat komt omdat de mensen die zich daarmee bezighouden zich niet naar binnen richten. Mm-hmm. Want ik kan zien van, oh jee, we hebben heel een nieuwe natuurkunde nodig als ik naar die ritme kijk. Maar er zijn maar een paar collega's die dat ook zo zien. Dus ook daar is een soort bewustzijnsvernauwing om het allemaal maar in één bepaald paradigma te proppen. Ja. Ja. En dat gaat niet meer lukken. En dus wie weet, maak ik het nog mee dat er een doorbraak komt. Ja. En dan moeten die eerst maar eens dit Duits leren en dit... Want kijk, het gaat wel een Nobelprijswinnaar en je kan op goede gedachten komen als je het allemaal tot je door laat dringen. Ja, nou, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt hoor, dat we eigenlijk zitten te wachten op een bepaalde doorbraak. Dat we eigenlijk beter in staat zullen zijn om het grotere plaatje te zien, om beter te begrijpen wat deze matrix, wat deze wereld eigenlijk is. Ja. Maar goed, het feit dat we in zo'n wereld leven, komt ook door een natuurwetenschap die een beperkte kijk op de zaak heeft. En de politiek volgt dan weer die natuurwetenschap. En via Pauli en natuurlijk ook uit innerlijke ervaringen weet ik, dit is maar een halve waarheid. Dus dat die vaccins niet werken, begrijp ik wel, want die respecteren niet wat leven in feite is of wat bewustzijn is. En toch wordt daar alles dan weer aan opgehangen. Ik denk dat er in de medische zorg veel meer besef is van wat zorg en mededogen en bewustzijn kan betekenen voor mensen. Dus wie weet kunnen we die pandemie, ik denk zelf dat die volgend jaar wel in kracht zal afnemen. Maar alleen als wij zelf weer meer bewustzijn gaan ontwikkelen over de dingen. Het is bijna niet te geloven. Ik lees het dagblad Trouw. En de meeste columnisten, die praten allemaal in één richting. En af en toe is een ingezonden brief en dan komt er een ander geluid. Maar dat een krant gewoon zegt, nou dit gaan we uitdiepen. Nou, ze zijn zelf ook nog gevangen in die matrix. Ken je deze al, Herbert? Ja, die ken ik wel. Ja. Maar dat is een idiote wereld. Dat is niet. Dan is het debat dus afgelopen. Er zijn gewoon twee werkelijkheden ontstaan. Ja. Maar die ene die bepaalt wel of ik wel of niet naar de kapper kan. Ja, precies. Dus, en dat is maar een kleinigheidje, terwijl andere mensen ineens niet weten wat ze met hun kerstoplaag moeten doen. Ik vind het heel raar. Herbert, hoe... Ja, we moeten stoppen, denk ik. Nou, ik wil nog wel even door, hoor. Maar hoe kunnen mensen jouw boek bestellen? Ja, gewoon
door mij via e-mail een berichtje te sturen. Ik heb ook een website, www.herbertvanerklens.nl. En ook via die website kun je mij bereiken. Maar je kunt het boek niet bestellen via die webshop. Want ik moet hem. Ik wil eerst een 10 bestellingen hebben of zo. En dan haal ik ze uit Duitsland. En dan ga ik ze hier in Nederland rondsturen. Want anders. Okay. Anders moet ik misschien per boek wel 12 euro neertellen. Ja. Dus zo gaat het. En ik ben heel benieuwd of de tijd van Pauli nu eindelijk is aangebroken. En dan hoop ik een keer dat corona voorbij is en dat ik mijn collega's bij de KNAW weer tref met een drankje. En dan, kijk, Nederland was zo'n prettig land, want ik heb helemaal geen functie in de natuurkunde. Ik kon gewoon naar de KNW gaan en dan sprak ik, kon ik als ik wilde Robert Dijkgraaf spreken. En dat kon allemaal. En in één klap is dat allemaal voorbij. En dat heeft volgens mij een enorme impact. Want dat moeten we nog allemaal weer zien recht te zetten. Dat we elkaar kunnen ontmoeten. Ja. Dus nu doen we het maar op deze manier. Zo is het. Ja, hartstikke. Marlijn, jij gaat er nog een artikeltje aan wijden, denk ik, hè? Dit boek. Nou, kijk, ik. er staat op mijn website. Staat al heel veel in het Engels. Die hele pianoles staat daar in het Engels. En, kijk, de moeilijkheid is dat we alweer zoveel jaar verder zijn. Dus Jung en von Franz die leven in een bepaalde wereld, terwijl wij alweer toegang hebben tot de wereld daar voorbij. Dus dat noemen we dan even die vijfde dimensie. Mm-hmm. En het kost mij altijd moeite om het allemaal met elkaar te verbinden. Maar ik denk dat we gewoon naar een wereld gaan waarbij we gewoon zelf kunnen kiezen op welk frequentieniveau we gaan instappen. Maar het is ook lastig, hè? Ik bedoel, als je het over 3D of 4D of 5D hebt. Kijk, 5D is iets wat we eigenlijk nog niet belichamen. Dus om het dan onder woorden te brengen, is natuurlijk best wel, ja, best wel lastig. Ja, nou, ik ben gehecht aan definities en ik vond een keer een definitie van 5D. Dit is de dimensie van onvoorwaardelijke liefde, mededogen en goddelijke synchroniciteit. Nou, dan denk ik, aha, daar zit Pauli niet. Ah. Maar hij heeft wel dat stuk goddelijke synchroniciteit neergezet via die pianoles. En het is onze taak om dat dan te verbinden met liefde en mededogen. En dat is op zich helemaal niet zo'n moeilijke klus. Een stuk eenvoudiger dan een stuk aan de natuurkunde breien. Want wij zijn in feite dit al. Terwijl, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. En die synchroniciteit is om ons heen. Dus het wachten is op een nieuwe persconferentie, maar dit keer gewijd aan liefde, mededogen en goddelijke synchroniciteit. Maar ik denk dat er dan andere sprekers zullen zijn. Ik denk het ook. Ik denk het ook. Ik denk dat jij het zou doen, Herbert. Goed. Nou, dat was het, denk ik.
Hebben jullie nog dringende vragen? Nee, je moet snel weer een keer terugkomen, denk ik. Laten we dit zo doen. We wachten even af hoe het rond de kerstdagen gaat en of we... Kijk, ik zou graag terug willen keren op het moment dat die crisis voorbij is. Of, ik weet niet op welke manier, maar dat we niet meer geplaagd worden door maatregelen die van bovenaf worden verkondigd. Mm-hmm. Doordat er vertrouwen is ontstaan om het op een bepaalde manier aan te pakken. Waardoor het ook als probleem weer veel meer van de agenda wegraakt. Dat is toch idioot? Stel je nou voor dat ik heb de jaren 60 meegemaakt. En dat is mijn jeugd. En nu is het zo. De jeugd, er is al 2 jaar afgepakt van de jeugd. Dus gelukkig zijn mijn kleinkinderen nog jong. Die merken dat niet. Maar er is zo'n hele generatie, ook als je op school zit, die worden heel hard getroffen. Mm-hmm. Ben je bezig met een Nederlandse vertaling al of niet? Kijk, die Nederlandse vertaling is al in 1995 verschenen en dus al lang uitverkocht. Dus dat is... Ik denk dat die Duitse uitgever wel een Engelse vertaling zou willen. Ja, je kan het allemaal vertalen, maar het... Het meest nuttige is, denk ik, een soort korte vertaling. Een samenvatting met de essentiële dingen in het Nederlands. En desnoods breng ik die als PDF in omloop. Omdat ik heb natuurlijk heel veel materiaal in het Nederlands. En ik heb ook, het staat ook in een, er is ook op mijn website een PDF voor €6,50 beschikbaar. En die heet Naar een Nieuwe Alchemie. En daarin staat het eigenlijk allemaal al in. Dus in feite heb ik het klaar. Want beter dan in die PDF kan ik het toch niet uitleggen. Alleen, ik heb zelf het gevoel, er is nog veel meer. Maar dat kan ik dan niet meer uitleggen aan de hand van Pauli, Doen of Von Frans. Nee. Herbert, ben je nog ook bezig met andere projecten naast dit boek? Nou ja, ik heb het leven van Maria Magdalena uitgespit. Vooral haar jonge jaren en kinderjaren. En dan werk ik samen met vrouwen die... de plekken bezoeken waar Maria Magdalena heeft gewoond. En, dus ik heb het doopverhaal van Maria Magdalena achterhaald. Maar ja, ze is geboren in de provincie Tigray in Ethiopië. Dus dat is nou net een plek waar je niet moet wezen op dit moment. En... En over, kijk, ik heb ook een enorme archief rond die Maria Magdalena. Maar die vrouw met wie ik samenwerk, die schiet er niet op. Om dat naar buiten te brengen. Die hebben schandalig om die dames altijd. Ja, jongen. Die hebben die drive niet. Ja, ik word er chagrijnig van. Ja. Maar, want kijk, je hebt die Da Vinci-code.
Maar Dan Brown weet echt niet waar die heilige bloedlijn voor bedoeld is. En dat heb ik dan wel uitgezocht. En ik, ja, ze hebben kinderen gekregen. En die kinderen, die hebben bijzonder DNA. En die hebben ze weer aan hun kinderen doorgegeven. En zodoende is er iets wat zich over de hele wereld heeft verspreid. En heel gek, ik heb wel eens vrouwen, noem dat. Ik ben wel eens op zoek gegaan naar mensen die afstammen van Jezus en Maria Magdalena. En die kon ik heel makkelijk vinden. Oh. Dus dan benaderde ik iemand in New York. En dan had ik reden om aan te nemen dat dat iemand was die met de Graallegende verbonden was. En toen had ik iemand gevonden die zei, ja, ik stam af van koning Alfonso X uit Spanje. En ik behoor tot de... Graalvrouwen of de dochters van de Graal. En zij was net zoals Pauli, ze zei, ja, ik weet dat ik hiertoe behoor, maar ik wil niet dat mijn naam daarmee verbonden wordt. Want ik ben nu toneelschrijfster en ik wil niet dat ik ook als mystica of zo bekend raak. Maar dat speelt dus op de een of andere manier. Oké, maar wat, Herbert, wat is er dan zo bijzonder aan die bloedlijn van... Nou, van... Het bijzondere is dat... dat vermoedelijk... doordat het zich over de hele aarde heeft verspreid... dat nu de mensen zijn die het licht kunnen verankeren wat nu naar de aarde komt. En dus als zij er niet waren geweest, dan was ons DNA niet in staat geweest dat te verankeren. En daarom heeft Dan Brown wel een verhaal geschreven waarin die bloedlijn bedreigd wordt. Maar hij kan niet uitleggen waarom. Want wat maakt het nou uit van wie je afstamt? Er zijn miljoenen mensen die van Jezus en Maria Magdalena afstammen. En je stamt dan natuurlijk ook nog van allerlei andere mensen af. Maar op de een of andere manier zit er iets in die bloedlijn wat maar steeds van de ene generatie naar de andere wordt doorgegeven. Dat vind ik heel raar. Die vrouw heeft mij toen een fantastische droom gestuurd. Ook over de Graal en de ronde tafel van koning Arthur. En vermoedelijk ligt er iets in dat DNA wat die hele matrix kan ontmantelen. Interessant. Maar, en dan, er komt ook een nieuwe aflevering, geloof ik, van de Matrix. Klopt, ja. Ja, die moet wel heel spectaculair zijn. Het verhaal is gewoon nog niet afgerond. En ik ken die vrouw nu, maar... En het verhaal gaat ook dat die graal zit in ons DNA. En daardoor bij iedereen bij wie dat het geval is, die laten zich in ieder geval niet meer beetnemen door andere verhalen. Dus het is toch een soort, het is toch de groep waar men niet op gerekend had en die nu verzet biedt. Herbert, ik ben even benieuwd hoe jij kijkt naar de mensen die... die wel heel erg geloven in het narratief van de twee mensen die persconferenties geven. Hoe zou je die groep zielen of mensen die daar bewust voor kiezen, hoe zou je die omschrijven? Nou, ze worden meestal omschreven als mensen die slapen.
En ze slapen ten dele omdat ze ook te veel geloof hechten aan het weten uit wat de natuurwetenschap te melden heeft. Want ik heb ook collega's die niet begrijpen waarom ik me niet laat vaccineren. Jij bent toch een wetenschapper? Nou ja, ik heb, dacht ik, ook de vrijheid om te doen met mijn lichaam wat ik wil. En ik vertrouw gewoon de farmaceutische industrie niet, ook al niet, omdat dat een onderdeel is van een ontzettend machtig complex. Ik begrijp ook niet waarom mensen vertrouwen hebben in kernenergie na alle rampen die er gebeurd zijn. Dus daar is heel veel documentatie over. Er zijn Amerikaanse soldaten blootgesteld aan atoomproeven om te kijken wat er dan gebeurt. Nou ja, die mensen zijn natuurlijk beschadigd. Dus je moet de wetenschap niet vertrouwen. Zolang de wetenschap niet ingebed is in een basis die wel vertrouwen zou kunnen schenken. Even, want hier had het, ik kan het toch niet laten. Nee. Want hier hadden we het vorige week over namelijk. Ken jij de theorie over Tartarië? Arcadië. Tartarië. Oh. Dan moet je er iets meer over zeggen. Nou, het idee is dat er een hele hoge beschaving is geweest en die is toen eigenlijk uit de geschiedenisboeken gehaald. Dus dat is ja. 19e eeuw gebeurd ongeveer. En die hadden vrije energie en konden dat gewoon trekken en alles. En die zijn gewoon door middel van een soort reset ook zijn die uit de geschiedenis geschreven. Nou, er is al lang vrije energie. Maar die mensen worden dus ook uit de publieke belangstelling gehouden. Het is toch idioot dat we een energiecrisis hebben. De natuurkunde kan die energiecrisis oplossen via het magneetveld, want daar zit een enorme hoeveelheid energie in. En soms spreek je ook mensen uit het veld van beleid aan, en die weten dat die ontdekkingen al zijn gedaan. Maar dan komen de plannen van de regering of er wordt nooit gepraat over de oplossing die er al is. Dan moet er weer meer windenergie en meer van dit en meer van dat. En terwijl het is er al. Okay. Dus straks kunnen die sheiks de kranen dichtdraaien. Of dan kunnen we olie voor andere doeleinden gaan gebruiken. En dat, dus het hangt ook heel erg politiek allemaal samen. Dus ik denk ook, kijk, wat er gebeurd is, van alles wordt een crisis gemaakt. Een klimaatcrisis, een energiecrisis, een pandemie. En vervolgens verschijnen er dikke rapporten waar de oplossing vaak niet in staat. Maar die ons wel veel geld gaan kosten. Dus ik... Dat is bijna standaard. Dat is een beetje... Dus er is niks mis met de manier waarop alles geschapen is. Het universum, de materie. Daar liggen de hulpbronnen die ons kunnen helpen. Maar er zijn belangen die verhinderen dat we die aanboren. Dat is bij die pandemie ook zo.
Eerst kwamen de maatregelen die hielpen. De natuur bloeide weer op. Er was heel weinig vliegverkeer. Alles was onder controle. Maar ja, toen moest Schiphol weer open. En we hebben iedere keer weer een nieuwe golf gezien. Terwijl we in eerste instantie... En heel goed, zodra de eerste maatregelen kwamen, ging die curve omlaag. Maar blijkbaar is dat niet in ieders belang. Dat begrijp ik ook wel. Je kan Schiphol... ja. Je kunt... Ik bedoel, welke afwegingen worden gemaakt? Waar kiezen we voor? Ja. Ik heb geen oplossing, maar dat hoeft ook niet, want ik zit niet in die wereld. Maar ik weet wel dat er op allerlei fronten oplossingen voorhanden zijn, die nu ondersneeuwen in allerlei dikke rapporten. Dus kijk, ideaal gesproken komt er gewoon een verbinding tussen wetenschap en die andere kant die met bewustzijn te maken heeft. Het lijkt mij een goed idee dat we volgend jaar over verder spreken, Herbert. Ja, als alles weer goed is. Na de pandemie dan gaan we weer verder. Ja, ik ga verder. Ik ga wat eten, denk ik. Helemaal goed. Of even lekker de zon in. Nu is het fantastisch weer. Nou, ik vond het... kijk, dit was even een uitdagend onderwerp. Dus... Dit hebben zo is we het. Gemaakt met ons allen. We nog willen je heel erg danken, Herbert. En graag tot de volgende keer. Ja. Ik zie en wij gaan verder met... Okay. Wij gaan verder met onze volgende gast. Oké. Okay, toch. Hoi, hoi. Hoi. We zien Wiebe Bakker, die is aangeschoven. Wiebe, welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk. Ja. Ja. Ja, je bent bij Radio Gletscher. We zijn al een tijdje bezig, sinds 12 uur. En ja, we hebben je een beetje onder de loep genomen natuurlijk online, want je bent met heel van alles bezig. Je bent aanjager, je bent verbinder, je bent trainer en je bent coach. En je bent bezig met de betekenis-economie. Klopt inderdaad. Ja. Wat vind jij van Pauli, Wiebe? Wat zei je? Wat vind jij van Wolfgang Pauli? Ooit van gehoord? Ja, dat is toch die... is dat niet die muzikant of niet? Of is dat Wolfgang Pauli? Nee. Nee, bijna goed. Bijna goed. Nee, het is een tijdgenoot van Einstein. Die, nou ja, ja, ik denk dat die naam die komt me bekend voor. Oké, okay, tijdgenoot van Einstein. Kun je er iets meer over vertellen? Ik weet niet wie het is precies. Nou ja, daar hadden we het de afgelopen anderhalf uur over. Dus, oh, daar ging het anderhalf uur. Oké, okay. Oh, wat leuk. Oké. Okay. Ja. Ja, ik heb het laatste stukje eventjes meegeluisterd inderdaad over energie. En ja, boeiende tijden wat dat betreft. Dus genoeg interessante sprekers denk ik voor jullie in de show. Wat dat betreft... Nou, voor ja, jou absoluut. Ook wel. Wat zei je? Voor jou misschien ook wel. Ja, bij jullie in de show. Ja, ja, dat geloof ik wel. Ja. 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 Dus, ja, de betekenis-economie. Ja, daar ben ik veel mee bezig, inderdaad. Dus, daar heb ik een aantal podcasts ook aan gewijd, inderdaad. En, ja, ik ben niet of jullie Kees Klomp ook kennen. Dat is inmiddels ja, een lectoraat. Ja, die ken je. Ja. Ja. Dus ja, waar zal ik beginnen? Ik kan iets vertellen natuurlijk, maar... Nou, ik dacht misschien is het wel handig dat je voor de mensen die nu luisteren en kijken, dat je even uitlegt van wat is eigenlijk de betekenis-economie? Ja. Nou, de betekenis-economie, ja, je kunt het eigenlijk, zoals Kees Klomp van het lectoraat betekenis-economie noemt, het is een existentiële economie.
En het gaat over dat we echt een totaal nieuw economisch paradigma nodig hebben om te gaan met de uitdagingen die we nu op ons afkrijgen. En wat is de betekenis-economie? Die richt zich eigenlijk in het meten of het goed gaat met de economie, niet alleen op welvaart, dus op economische groei, op bruto nationaal product, maar die kijkt ook naar indicatoren als geluk of welzijn. Welzijn van de aarde, welzijn van dierenwelzijn, maar welzijn van mensen ook natuurlijk vooral. En ook welbevinden. Dus in hoeverre voelen mensen dat het leven zin geeft? Of is er vervulling? Dat je al die indicatoren mee laat wegen in te bepalen of het goed gaat met een economie. Terwijl we nu eigenlijk best wel kijken naar hoe gaat het met de economische groei? Hoe gaat het met consumentenvertrouwen? En aan de hand daarvan meten we af of het goed gaat met de economie. Dus dat is al een heel groot verschil. Waarbij je ook nog eens kijkt naar wat ligt er aan ten grondslag aan onze huidige economie. Nou, dat is een mensbeeld van de homo economicus. En de homo economicus, dat is een rationeel wezen. Die altijd goed en fout tegen elkaar afweegt. Die altijd voor eigen gewin gaat. Daar is eigenlijk onze economie op gebaseerd. Terwijl we zijn veel meer dan dat. We zijn in de kern altruïstisch. Er zijn ook meerdere boeken over geschreven die dat bewijs aantonen. Bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog dat de Duitsers de Engelsen plat bombardeerden om een crisis te veroorzaken. En dat juist midden in die bombardementen die Engelsen met elkaar gingen samenwerken. En juist voedsel gingen delen en noem maar op. En er zijn heel veel voorbeelden. Rutger Bregman heeft ook een prachtig boek over geschreven. De meeste mensen deugen. Waarin een heel ander mensbeeld eigenlijk wordt laten zien. En als we dat mensbeeld van dat altruïstische coöperatief. Maar veel meer dan een rationeel wezen. Eigenlijk heel iets anders dan een rationeel wezen. Als we dat nou als uitgangspunt nemen van die nieuwe economie. En we laten ook andere indicatoren meewegen om te bepalen of het goed gaat. Ja, dan krijg je een totaal ander wereldbeeld. Jij coacht ook mensen, hè? In sessies om daar meer in bedreven te raken. Ja, dus ik doe niet zo heel veel individuele coaching, maar ik heb wel een programma voor betekenisvol ondernemen. En komend jaar ook voor betekenisvol leiderschap. Omdat ik denk dat het vormgeven van die nieuwe economie, die ontstaat doordat individuele mensen andere keuzes gaan maken. Dat die iets gaan doen waarvan ze denken, oké, dit is van betekenis voor mij en daarmee ben ik ook van betekenis voor de maatschappij. En dat je dus niet alleen maar keuzes maakt omdat het goed is voor je eigen portemonnee, maar dat je ook keuzes gaat maken omdat het goed is voor, ja, omdat je van betekenis wil zijn. En ik denk dat ondernemers daar een hele belangrijke rol in spelen. Dus, en die begeleid ik daarin. Dus dat is mijn eigen zoektocht geweest toen ik klaar was met mijn studie. En ik dacht van oké, hoe ga ik ooit opereren in deze economie? ik had de middelbare hotelschool gedaan, ik had marketing gestudeerd. En ik dacht, de mooiste tijd van mijn leven zit erop en nu moet ik iets doen. Werken op gebied van marketing. En ik had geen idee. En toen ben ik eerst heel veel soul searching gaan doen, mezelf gaan ontdekken. En toen wist ik wel waar ik blij van werd en waar zingeving voor mij in zat. Alleen toen had ik nog steeds geen idee. Wat ga ik dan nou? Hoe ga ik daar nou mijn brood mee verdienen? Nou, inmiddels 10 jaar verder ben ik daar wel en daar help ik ook andere ondernemers dus bij. Ja, wat maakt het nou voor jou dat je daar zo naar zocht, naar wie je zelf bent? Ja, ik denk dat, zoals Paul Smit ook al noemt, die heb ik ooit een keer in mijn podcast gehad, je hebt het vinkje aanstaan of niet. Dus sommige mensen die zijn op zoek naar zingeving en sommige niet. Ja, ik heb toevallig dat vinkje wel aanstaan. Dus dat is eigenlijk al van kind af aan, dat ik dacht van, wat doe ik hier? Ja, 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 ja. Wat is dit? Wat is hier de zin van? Ja, nou, die vraag stelde mijn broer zichzelf niet af, bijvoorbeeld. Dus om maar eventjes iemand te noemen. Dus ik denk dat sommige mensen hebben dat en sommige mensen hebben dat niet.
Ja, en bij mij staat dat vinkje toevallig aangekruist. Oké. Okay. Of hoorde de ayahuasca hoorde daarbij om dat te doen? Wat zei je? Ayahuasca hoorde daarbij om jezelf... Ja. Nou, dat is, kijk, ik heb best wel altijd eigenlijk wel een zoekende geest gehad van, oké, wat is die zin van het leven? En nieuwsgierig eigenlijk naar, ja, geestverruimende dingen, in ieder geval die dingen die mij een nieuw perspectief geven. Nou, ayahuasca was wel een van die middelen, zeg maar. Dus het start eigenlijk met dat ik zoekend iemand ben en ayahuasca was een middel om te voldoen aan die behoefte. Laat ik het zo zeggen. Dus, maar dat heeft wel heel veel perspectieven gegeven, inderdaad. Ja, dat zeker. Hey, je bent bekend met de Wim Hof methode, zag ik. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Wat leer je mensen daarover? Nou, de kern van de Wim Hof methode gaat voor mij eigenlijk over dat je bent tot veel meer in staat dan je denkt. En Wim Hof heeft dat aangetoond door heel veel belachelijke records op zijn naam te zetten. Zoals in een boxershort boven de Poolcirkel, marathonrennen of in de death zone van de Mount Everest in zijn boxershorts rondlopen. En hij heeft ook aangetoond dat hij dat niet alleen kan, maar dat hij ook mensen kan trainen om dat soort, ja, uitdagingen aan te gaan. En ja, voor mij is die Wim Hof methode ook op een moment in mijn leven op mijn pad gekomen dat ik zelf ook vastliep. En dacht van, en dat ik best wel, de wereld kwam echt best wel binnen bij mij. Crisis hier, klimaatcrisis, biodiversiteit, financiële crisis, noem maar op. En ik had net een dochter die toen 2 jaar oud was. En ik dacht van, in wat voor wereld gaat zij ooit groot worden? En dat gaf best wel angsten. En ik had heel veel geleerd op het gebied van mindfulness en dergelijke. Alleen dat hielp niet meer. Een beter ademen of noem maar. En toen kwam ik Wim Hof tegen bij een podcast. En die had zo'n, ja, inspirerende stem van breathe, breathe. En hij zei van, we're gonna make the world happy, strong and healthy. En ik was gelijk aan. Dus ik ging meedoen in die podcast, mee ademhalen. En ik dacht van, oh, dit is goede shit. Hier kan ik iets mee. En toen voelde ik door die ademhalingsoefeningen weer mijn eigen kracht eigenlijk. En ik, daardoor die spanningen die vielen weg. Ik ben ook gelijk workshop gaan doen. Ik ben online training gaan doen. Ik zei, oké, ik moet hier ook mensen in trainen. Dus ik ben die opleiding tot instructeur gaan doen. Inmiddels heb ik meer dan 100 mensen ook in een ijsbad mogen begeleiden. Dan doe ik dat een paar keer per jaar. Doe ik zo'n workshop. En verder is het ook onderdeel van mijn programma Betekenisvol Ondernemen. En wat ik er zelf uithaal is dus dat je, hè, waar het om gaat, je bent tot veel meer in staat dan je denkt. Dus iets naar mezelf toe van, als die wereld je niet bevalt of als het je niet aanspreekt, maak dan het verschil door het anders te gaan doen. Met als individu heb je best wel veel, ja, power eigenlijk in je om het anders te gaan doen. Dus ja, dat is voor mij de kern. Ja. En de mensen die jij begeleid hebt, kun je daar iets van zeggen waar ze dan in het algemeen tegenaan lopen of issues? Ja, dat zeggen wij in het leven, bewandel je 2 bergen. De eerste berg is die van succes. En als je dan bovenop die berg staat, dan denk je van, oh, is dit het, was dit het nou? En dan kom je daar vanaf naar beneden en dan bewandel je de 2e berg. Dat is die van betekenis. Dus dan ga je jezelf afvragen van, wat is eigenlijk de zin van dat? Nou, ik kwam daar al, die vragen gingen bij mij, kwamen die al heel vroeg omhoog. Maar bij veel mensen ook pas wat later. Dus, en ik heb wel veel mensen die denken, oké, ja, mijn werk is leuk, is gaaf, ik kan mijn talenten in kwijt. Of wat ik doe, volgens mij ben ik er goed in. Maar ik mis wel dat stuk betekenis in. Ik zou wel iets meer nog betekenisvol willen werken, of betekenisvol willen ondernemen. Maar hoe doe ik dat dan? Hoe maak ik het betekenisvol? Nou, met die vraag komen mensen vaak door mij. Ja. Wanneer is iets betekenisvol, hè? Wanneer is dat dan? Ja, goede vraag, ja. Ja,
Wat zou jij antwoorden? Nou, ik zou zeggen dat je dat het iets teweeg brengt, dat het een positieve verandering geeft. Neem maar Radio Gletscher, wat wij aan het doen zijn. Ja. We proberen het gesprek aan te gaan met mensen die ook al bezig zijn met veranderingen, transities, om te laten zien, om te exposen van kijk hier eens naar, het kan anders. En nou ja, door die gesprekken te laten zien, hoop ik dat mensen ook geïnspireerd raken. Ja, mooi. Plus, en eraan gekoppeld, je gaat iets doen waar je eigen talent en waar je eigen passie ligt. Nog, hè? Dus, en ja. Daarmee, ik noem altijd van waar de voldoening ligt in het laten samenvallen van je talenten met dat waar de wereld behoefte aan heeft. Als je daar die spot hebt, zeg maar, dan kom je zelf in flow terecht. En het is ook betekenisvol voor anderen, voor de maatschappij. Ja. Ja. Ja, ja, precies. Ook leuk dat iemand in mijn keer iets vraagt. Leuk. Nou, Marlijn, nu mag jij weer. Dan krijg je, als je podcasters uitnodigt, dan krijg je hem gewoon terug natuurlijk. Ja, heel goed, heel goed. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wat is de bedoeling van de podcast van Toekomstdenkers? Want er is wel een soort upgrade geweest ook. Je bent op YouTube gegaan, er is nieuwe apparatuur. Ja. En alles. Nou, wat jij net zegt, hè, van over dat je andere mensen wil spreken. Bij mij was het ook wel. Ik heb ooit een keer een human design reading gedaan. Ik weet niet of je dat iets zegt. Ja, ja, dat is ook onderdeel van mijn programma. En dan ga je aan de hand van geboortegegevens, krijg je een soort van blauwdruk van hoe je in elkaar zit. En dat kan heel uitgebreid, kan ook iets vertellen over je missie en noem maar op. Ik heb dat ooit een keer bij een oudere man gedaan, Ian Amsen heet die, en die is 85 volgens mij toen hij mij die reading gaf, dus die zou inmiddels wel in de 90 zijn. Maar dat was een gesprek van 4 uur, waarin hij mij alles heeft verteld over mij. En een van de dingen die zei van jij bent hier ook om mensen te helpen in de transitie naar iets nieuws. En dat kwam al meerdere keren was dat op mijn pad gekomen. Maar hij zei het nog een keer. Toen dacht ik, oké, volgens mij moet ik dit ook serieus doen. En ook van, hij noemde toen ook altijd van, ja, je mag mensen ook wijzen op andere ideeën, andere dingen. Dus dat je zegt van, oh ja, kijk hier eens naar. Of luister eens naar deze man. Dus dat is me ook altijd bijgebleven. En toen kwam coronatijd. En toen dacht ik van, ja, toen iedereen kwam eens thuis zitten. En dan ga je jezelf vragen, wat wil je nou echt? En dan van ja, ik wil gewoon met die transitie bezig zijn naar het nieuwe, wat het nieuwe ook mogen zijn. Het is aanjagen van die betekenis-economie. Maar dus ook met mensen in gesprek gaan die anders kijken, mensen die anders denken. En die eens laten vertellen. En daar is mensen op wijzen, hey, luister eens naar deze persoon. Om eens op een andere manier te kijken. Ja, vind ik gewoon hartstikke leuk. Dat herkennen jullie misschien ook wel, dat je gewoon mensen kan uitnodigen die je graag wil spreken. En die je zelf interessant vindt. Wie heeft jou nou heel erg verrast? Dat iemand zei van dat je dacht van wow, ja. Inderdaad. Nou, ik vond ik vond Kees Klomp vond ik wel een. Want Kees Klomp is toch best wel veel gevraagd spreker. En wordt wel door veel mensen aan zijn jasje getrokken. Maar heel benaderbaar. Dus ik kreeg hem gelijk in de podcast. Trouwens, hetzelfde geldt voor Paul Smit. Die appte ik. Ik had binnen 1 minuut een appje terug. Zo wel leuk. Dus ja, dat vond ik. Gewoon mensen die wel gewoon veel gevraagd worden. En dan zo reageren op een toegankelijke manier. Dat vond ik wel prettig. En bij Kees Klomp bedoel ook van. Ja, zo. Ja, ook je geraaktheid kunnen laten zien in de podcast. Dat vond ik ook wel bijzonder. Het ging best wel diep toen eigenlijk. Dus minder over allerlei modellen en noem maar op. Maar meer zijn eigen persoonlijke verhaal over de transitie waar we in zitten. Dus dat heeft me wel verrast. Ja. Ja, ik denk dat we dat ook wel meer mogen laten zien. Dat we ook, ook wel best wel emotioneel kunnen zijn in deze tijd. Ik bedoel, ja. Ik vind het ook best een ingewikkelde tijd om altijd maar door te gaan en positief te blijven, want dat lukt ook niet altijd.
En dat je dan ja, ook gewoon wel mindere momenten hebt. Denk je van, jongen, jongen, we zitten eigenlijk in een rare, rare periode. Die je kunt altijd wel periodes afkijken van vorige tijden, vroegere tijden. Maar dit is wel iets heel specifieks wat we niet kunnen vergelijken volgens mij. Nee, ik weet niet of je Philip Blom kent, een historicus. Hij is ook wel bij Wouter van Noord in de podcast geweest. Hij noemt het van Jan Robmans, hoogleraar transitiekunde. Die heeft het over verandering van tijdperk, een periode van 150 jaar die we afsluiten. De historicus Philip Blom heeft het over dat een periode van 3000 jaar afsluiten. Ik heb zelf ook een gesprek gehad met Xander van der Zijden, hebben we het daar ook over gehad. Dus over eigenlijk 2500 jaar geleden was de opkomst van het monotheïsme. Dus dat we zijn gaan geloven in één God, hè? Dus op meerdere plekken op aarde. Maar voor die tijd was er nog veel meer dat je meerdere goden had ook. En werkten we ook veel meer met de natuur samen. Werkten we veel meer met het heelal en de kosmos samen. En dat is eigenlijk verloren gegaan. En dat komt nu terug. Dus ik geloof ook dat die transitie nu groter is dan even naar een vierde industriële tijdperk. Zeker. Het is omvattender dan dat. Ja, er zijn meerdere theorieën die daar ook wel naar verwijzen eigenlijk ook. En ik vind ook van Kees Komp, vind ik ook mooi, die heeft het over de existentiële crisis. Dus dat er zoveel crisissen tegelijkertijd zijn. Volgens mij jullie vorige gast, die zei van, moet je de crisissen noemen? Oké, ik noem het wel, ik noem het crisissen. De klimaatcrisis, biodiversiteit, de financiële crisis, individuele crisis, zingevingscrisis. Hè. Dus er is een heleboel gaande. En dat is eigenlijk omdat dit verhaal gewoon niet meer verder kan. Dus het is precies, een soort van vastlopen van ons huidige verhaal. Ja. En dus kun je positief naar kijken. Ja, precies. We kunnen gewoon ons eigen script gaan schrijven. Hoe gaaf is dat? Zeker, ja. Of we volgen weer een script wat ons voorgeschreven wordt. Nou, maar dat is denk ik het cruciale punt waar we nu zitten in de geschiedenis. Hè? Dus zijn er genoeg mensen die erop gaan staan en vanuit een soort van innerlijk weten, vanuit een stuk eigenaarschap, het verschil gaan maken in de wereld. Kijk, dat verhaal moeten we gezamenlijk vormgeven. Maar dan moeten wel genoeg mensen ook dat verhaal gaan vormgeven. Er wordt wel gezegd dat om een systeem te laten kantelen, heb je 25% van de bevolking nodig om het echt te laten kantelen. Misschien in Nederland zijn we al aardig op weg. Als je wereldwijd kijkt, dan is er nog ook wel een weg te gaan. Ja, dus er is eigenlijk een soort tipping point, komt er ergens waarin het cruciaal wordt wat er nu gaat gebeuren. Ja. Ook omdat je, want die vijf, die koplopers, die gaan nieuwe systemen creëren, die gaan nieuwe ontdekkingen doen, die gaan nieuwe wegen bewandelen. En op een gegeven moment dan denkt de massa van, hé, wacht eens even, dat is veel makkelijker eigenlijk hoe zij het doen. Dus dan volgt de massa gewoon daarin in mee. Ja. Maar dan moeten er wel genoeg mensen zijn die die weg klaarmaken. Ja. En ik denk dat dit decennia gewoon cruciaal daarin is. Dat vind ik toch wel altijd moeilijk voor te stellen hoor, die massa die dan gewoon meegaat. Want het gaat om bewustzijnsverruiming of verhoging. Ja, ja. En als je maar gewoon meehobbelt in een nieuw systeem, wat zegt dat over je bewustzijn dan? Nou, die gaan op een gegeven moment ook dat yoga wordt een steeds normaler woord, zeg maar. Dus die gaan ook yoga, omdat dat dan erbij hoort. Of die gaan ook geen vlees meer eten. Of die gaan ook. Dus het is niet gezegd dat zij niet meegaan in dat bewustzijnsniveau. Alleen zij volgen eigenlijk gewoon het dominante verhaal. Ik denk dat het zo zou gaan. Het moeilijke is ook, denk ik, omdat het dominante verhaal is ook vrij makkelijk om in te stappen. Het zijn twee instapmodelletjes, zeg maar. En de mensen die niet zoveel moeite willen doen om verder te kijken, ik wil niet zeggen dat dat dan verkeerd is, maar die stappen in een ander modelletje, in het leidende model, zeg maar. En
Ja, dus het nieuwe modelletje moet aantrekkelijk genoeg zijn om in te stappen voor de massa. Maar je moet niet de illusie hebben dat iedereen verlicht raakt. Dat is mijn bescheiden mening. Dus ja, ik denk. Daar heb ik zelf ook al zo'n wake-up call gehad. Ik dacht dat er zijn heel veel mensen zoals ik. Maar dat is niet zo. Dus het is misschien een keer 10% tot 20% van de bevolking. Ik heb een keer zo'n test gedaan met je, wat voor burger ben je? Ik kwam uit een cosmopoliet en er was nog iets of zo. Maar ik was echt gewoon. Ik was uitzondering op de regel. De meeste was gewoon traditionele en moderne burgerij. Dat was heel, heel iets anders dan ik. Dus... Ja, nee, ik weet precies wat je bedoelt. Ik dacht ook, 2014 toen was ik heel erg bezig met dat was mijn eerste spirituele ervaring had ik toen. En nou ja, het was allemaal fantastisch. En ik wilde het met iedereen delen. En in de Matrix en alles. Ik zat er helemaal in. En ik wilde, ja, van, nou, dat moet iedereen weten. Dit is fantastisch. Dit is nou ja, het gouden ei. Hè? Dus ik ga iedereen vertellen, ja, heb je dit al gehoord? Niemand vond het interessant. Niemand wilde het weten. Flik het gewoon met je verhalen. We zitten toch lekker verbod te kijken. Hou toch op, man. Oké. Ja, dat is wel even een wake-up call, denk ik dan op dat moment ook. Ja, dat is wel hoe de wereld in elkaar zit natuurlijk. En de Matrix is natuurlijk wel een prachtig voorbeeld wat dat heel mooi illustreert. Ik bedoel, het gros zit gewoon in de Matrix. Alleen hebben wij het rode pilletje genomen. Kun je ook een beetje van een afstandje ernaar kijken. En soms frustreert het ook wel. Nou ja, ik bedoel, mij steeds minder, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is als je een tijdje dit pad bewandelt, ga je ook wel lessen leren. Ja, ja ik vind wakker zijn, of nou ja, hoe je er maar wat voor term je ook aan wil geven, is aan de ene kant wel heel interessant. En je verdiept je steeds meer enzovoort. Maar het is soms ook af en toe wel... Ja, ik vind het af en toe best wel zwaar of zo. Ja, en wanneer is het zwaar? Nou, op de momenten dat je zelf eventjes niet zo lekker gaat, dan voel je een beetje onbegrepen. Denk van ja, kijk, je hebt niet zoveel mensen die altijd maar begrijpt. Hè? Er is maar een heel klein kringetje, tenminste zo ervaar ik dat, die jou echt begrijpt. En je kunt niet elke dag bellen of zo. Je kunt niet elke dag zeggen, nou, nu dit en nu dat. Dus het is wel, dan kies je daar momenten voor, zeg maar, om het een beetje behapbaar te houden. Maar goed, ik heb die momenten niet dagelijks, hoor. Het is niet zo dat ik daar zoveel mee loop te zeulen, maar die zijn er wel, die momenten. Nee, maar ik herken dat ook wel, hoor. Ik bedoel... Het is niet altijd makkelijk. Ik had laatst een awakened soul of zo. Loopt ook alleen vaak of zo. Dus dat is ook inherent daaraan. Dus ik denk ook... kijk, ik zit elke ochtend... sta ik om 5 uur op. Zit ik een uur op mijn kussen. Dan start ik met meditatie mijn dag. En dat is wel voor mij ook een heel belangrijk moment in de dag. Om een soort van ook op te laden in die zin. Ik heb een jong gezin met twee kinderen. Dan begint, dan kom ik uit, ga ik lekker douchen en dan begint de rollercoaster. Zeg maar. Dus ik denk dat in deze tijd ook heel erg belangrijk is om jezelf op te laden. Enerzijds aan mensen gelijkgestemden, hè? Dus waar je gewoon mee kan sparren. Ik bedoel, dat jullie die podcast samen doen, dat geeft ook energie, denk ik, om dat samen te doen. Mm-hmm. Maar aan de andere kant ook... innerlijk gewoon opladen. Door, dat is voor iedereen ook anders, maar voor mij is dat meditatie in ieder geval. Ja. Heb je het gevoel dat, dat zeggen ook veel mensen, hè? Dat tijd gaat nu heel snel. Tijd gaat heel snel, ja. Misschien komt dat omdat iedereen thuis zit. Misschien dat het dan de tijd misschien sneller lijkt te gaan of zo. Maar ze zeggen ook, ja, we gaan sneller door de tijd heen. Oh ja. En dat betekent ook dat je dus sneller kan manifesteren. Nou, ja. Ja, ik heb niet zo het gevoel, wanneer het zou best kunnen hoor, dat de tijd sneller gaat. Maar ik heb wel het gevoel dat we in een transitieperiode zitten. En in de transitieperiode waar heel veel op losse schroeven staat. Dus dat het oude werkt niet meer, maar het nieuwe moeten we nog uitvogelen. En dat is wel een tijd om te manifesteren.
Want omdat alles zo op losse schroeven staat, is dit het moment om een nieuw verhaal in de wereld te brengen ook. Ik werk bijvoorbeeld veel met gemeentes samen ook. En een gemeente is zo'n, waar je die transitie heel erg ziet. Want er wisselt continu iemand van functie, zeg maar. Waardoor je kunt niet echt goed werken met zo'n gemeente. Maar dat is ook een kans, want als je een verhaal er een beetje doordrukt, zeg maar, van we moeten die kant op gaan. Ja, dan is het ook de kans groot dat dat gaat gebeuren. Dus in zo'n transitieperiode, als je een beetje mensen mobiliseert en een nieuw verhaal ook daadwerkelijk gaat schetsen, dan ik denk dat het wel een tijd van manifestatie is. En of dat met de snelheid van de tijd te maken, dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het wel een tijd van manifestatie is. Ja. Ja, ik zeg dit ook omdat vorige week hadden we technische problemen aan Niels' kant. Ja. En toen zei ik een beetje gekscherend van uit welk jaar komt die computer van je? Want waarom werkt het allemaal niet? Ja. Als zij je hebt de oude computer. En gisteren blijkt dat ik heb nieuwe hardware aangeschaft. Wil ik aan mijn computer koppelen? Kan niet. Want mijn computer is net een paar jaar een te oud model daarvoor. Dus dan dacht ik, ja, dat is wel weer heel frappant dat het gewoon als een boemerang terugkomt. Dat, ja. Ja. Je oordeel eigenlijk over iemand anders komt als een boemerang terug naar jezelf. Ja, als je hem zo vlot. Ja, en ik geloof ook wel soms, er kan ook wel eens een ruis op de lijn zijn, omdat er iets anders speelt op dat moment. Dus, zou kunnen, ja. Zeg Wiebe, ik heb het vaak over de nieuwe tijd, over de toekomst. Hè? Hoe ziet jouw ideale toekomst eruit? Kun je daar een soort schets van geven? Nou, als ik het richt op dat we in eerste instantie waarde hechten aan die ecologie, laat ik het zo zeggen. Dus in plaats van economie. Dus dat we in eerste instantie dat we ons gaan realiseren dat er maar één planeet is waar we op kunnen wonen. Dat we daar goed voor zorgen in ieder geval. En dat onze systemen zo zijn gebouwd dat we automatisch daar goed voor zorgen. Want ja, wat lijkt mij gaaf, is dat als ik opa ben. Mijn kinderen hebben, die keuze hebben gemaakt al in eerste instantie, dat ze kinderen willen, dat ze dus weer een perspectief zien. Dat hoop ik al. Ja, die bloedlijn die moet wel doorgaan natuurlijk. Wat zei? Die bloedlijn moet wel doorgaan. Dus, Ja, wat is dat, hè? Wat in mij, dat is toch wel, dat is een goeie. Ja, dus, maar goed, dat is wel het eerste wat in mij opkomt dan. Dat we leven in die nieuwe economie. Dat het gewoon heel logisch is dat we in ons handelen altijd rekening houden met wat voor impact heeft dit op andere mensen of op welzijn van dieren. Of dat mensen bezig zijn met iets wat ze zin geeft. Dat, met de technologische vooruitgang, dat we daar eindelijk eens een keer gebruik van gaan maken dat iedereen daar wat aan heeft. Dus niet alleen een klein clubje mensen, maar dat je zegt van, nee, oké, nu is er meer ruimte in je agenda om ook bezig te zijn veel meer met ons spirituele wezen. Om eens te gaan ontdekken wie we werkelijk zijn. En dat we die stappen daar naartoe nog veel meer hebben gemaakt. En ik geloof niet dat het nou ja, ik denk net zoals een verschuiving van onze grootouders, wat zij hebben meegemaakt in de tijd, zeg maar. Ik denk dat wij ook weer qua verandering ook weer zoiets gaan meemaken. En ik hoop dat dat ten goede zal zijn. Dat mijn kinderen in net zo'n vrije, mooie wereld op gaan leven, op gaan groeien als ik dat heb gehad. Want ik realiseer me wel dat ik het heel goed heb gehad eigenlijk. Dus ik hoop wel dat zij dat ook zullen hebben. Ja. Nu gaan de mensen natuurlijk als een idioot naar jouw website toe. Hoe kunnen mensen met jou in contact komen, Wiebe? Ja, via mijn website, dus wiebebakker.nl. Als je een keer, er staat van alles op, ook mijn programma Betekenis voor Ondernemers staat er opgenoemd.
Ik geef 12 januari ook een masterclass over betekenisvol ondernemen. Kun je via LinkedIn kun je linken met mij en dan kun je ook aanmelden voor dat event. Is het online of ja, fysiek? Online. Ja, online. Ja. Mijn programma is altijd fysiek. Dat is een 6 maanden programma. Waar je dus een half jaar op reis gaat met een andere groep. Mensen die ook meer vanuit betekenis willen werken of ondernemen. Maar via mijn website of via LinkedIn ben ik veel altijd posten. En noem op, dan kun je ook een connectie maken. Dus dat is de makkelijkste manier, denk ik. Ja. Oké. Okay. En je podcast, hè? Blijf het volgen. En de podcast natuurlijk, ja, toekomstdenkers.nu. Dus de laatste podcast met Sinta Oosterwaal. Die schrijft ook Fundamentals for a New Economy. Heel tof. En ik probeer, die moet ik nog benaderen, maar ik probeer Jan Rotmans als 10e gast in mijn podcast te krijgen. Dus hoogleraar transitiekunde. Dus ja, dat ook volgen is via alle kanalen te luisteren of via YouTube te kijken. Dus zo. Gaaf. Okay, ja. We zitten aan de tijd, Marlijn, denk ik, hè? Jij gaat over de tijd, Niels. Ja, het is zover. Wiebe, heel erg dank voor je tijd. Vond het heel leuk. Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging. En leuk deze podcast. Dus ik ga zeker luisteren naar komende gesprekken. Gaaf. Volgende week zijn we weer, hè, Marlijn? Of niet? Wat zeg je? Tot hoe laat duurt de uitzending? Of is dit de laatste voor vandaag? Dit is nu het einde, denk ik. Ja, ja. We zijn 2 uur bezig, dus we vinden het wel goed. Ja, het is tijd voor de lunch. Wiebe, fijne dag en we houden contact erover. Hey, dankjewel hè. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi.